zeer welkom voor Ogier. Van Negerdorts, hij niet op een finish. Barneveld heeft een triple nodig. Vindt hem niet. En dus ook Van Barneveld niet naar Negerdorts op een finish. Ziet er goed uit voor Tony Ogier. Barneveld naar de 19, ongetwijfeld om in ieder geval een finish over te laten. Maar Ogier mag voor 80 komen. Triple 20. Niet. Enkele 20 voor tops. Voor 3-2 in sets. Daar net boven. Toch een kans om terug te breken voor Van Barneveld. 122. Triple 18. Mag met dart 2. Triple 18. Voor Bolzai. Van Barneveld. Terugbreken. 97. Ogier heeft ook al een paar keer de enkele boel geraakt. Tops voor Ogier. En 3-2 in sets is het bij deze. En daarmee breekt hij dus Van Barneveld weer terug. En gaan de heren even van het podium af met een voorsprong van Raymond van Barneveld. Die had 4-1 kunnen zijn, maar dat is het niet. En dus hebben we nog steeds te maken met een zeer spannende kwartfinale tussen Raymond van Barneveld en Tony Ogier. Van Barneveld leidt met 3-2. Na de commercials zijn we bij u terug. Please welcome back Tony Ogier, Raymond van Barneveld. Beide mannen weer terug in het Triavium in Nijmegen, waar de mensen te zin in hebben. Waarom niet? We zijn verwend met Anderson tegen Wade. En we hebben een spannende wedstrijd tussen Tony Ogier en Raymond van Barneveld, waar we getuigen van zijn. De voorsprong is inderdaad voor Van Barneveld. De man leidt met 3-2. Maar de zesde set waar we zo dadelijk aan gaan beginnen, mag Tony Ogier aanvangen. Dus kan hij de zaken weer op helemaal gelijk hoog te tillen. Wat valt op? Ja, de gemiddelde per set leren in ieder geval dat de sets waarin Van Barneveld goed speelt, oftewel set 1, set 3, set 4, die wint hij. Zodra hij minder gaat spelen, dan moeten ze ook inleveren. Op papier zou je dus zeggen, gewoon goed spelen, niks aan de hand, dan pak je het makkelijk. Maar je kunt dus niet verslappen tegen Ogier, die een redelijk constant gemiddelde weet te produceren. Ogier begint dus aan de zesde set. Pieter Colijn, jeugdspeler die voordat de heren vandaag het podium betraden zijn halve finale heeft gespeeld. En die heeft hij verloren van Richie George. Dat betekent dat de Engelsman dus in de finale staat. Anderhalve finale zal morgen gespeeld worden. Pascal van Maudik, de Hollandse eer hoog houden. Ja, hij moet het opnemen tegen de Zweed Oscar Lukasiak. Dat is zeker geen gemakkelijke opdracht. Nou, tot nu toe zijn alle junior toernooien gewonnen door een Nederlander. Dus 16. Dat zal dan Van Maurik moeten worden. De 12 dart staat Ogier niet op een finish. 182 voor hem. Van Barneveld. Hij wel. 19. Hij op 112. Gooi die al uit. Heel tevreden ziet hij er toch ook weer niet uit. Raymond, you require 100. Om Ogier te breken.
Dan moet hij dus langs zien te komen. Dat lukt voor dubbel 16. Dat lukt dan net niet. Belangrijke finish voor O'Shea om zijn eigen belangrijke eerste leg te houden. Bullseye voor dubbel 16. Die mist hij ruim, want hij gaat voor de triple 14. En dan blijft Bullseye over. Ja, het is niet de manier die O'Shea normaal gesproken kiest. Dubbel 16 voor Van Barneveld. 1-0 voor. Tot nu toe altijd goed genoeg voor de setwinst ook. Dubbel 8 moet het dan worden voor Van Barneveld. En het wordt geen dubbel 8. En dus ontsnapt O'Shea. Tony required 48. Voor dubbel 16. En hij gooit hem wel. En dan houdt hij met hangen. En wurgen. En pijn en moeite. De eerste leg van die zesde set. En hij kan heel tevreden met zichzelf en met alles handtekeningen zetten. Gary Anderson, hij al in de halve finale. Dus komt Van Barneveld genadig weg met die zwakke eerste beurt zo even. Maar ook nu geen triple. Met een 57, nu een 58 scoren. Maar voor het gevoel zou het beter zijn als je wel een triple pakt. 57, 58, 45. Op zich maakt het niet zoveel uit. Het is de set van O'Shea. Dus als je deze leg aflevert, ach. Het ontevreden gevoel moet weg. Het straalt er een beetje vanaf, omdat hij dat hoofdschudden dan zo heel snel heeft. En dan krijg je, tenminste ik als kijker, ook een beetje het gevoel van, nou, hij gelooft er zelf niet meer in. 63. Zo erg zal het heus niet zijn, maar hij is gewoon niet tevreden met hoe de darts in het bord komen. En vooral niet waar ze in het bord komen. Toch heeft hij een kans om zijn eigen bijzonder zwak gestarte leg te houden. Triple 20 voor O'Shea, niet gegooid. Triple 20 dan met de tweede dart, ook niet. En inderdaad krijgt Van Barneveld dus de kans op 72. Triple 12 niet, 20 en tops. Voor 1-1 in de zesde set. En dan heeft hij toch zeker na de pauze een aantal darts op een dubbel gemist. En O'Shea is er iets dodelijker op. Dus dan gaat de zesde set. Na O'Shea maakt hij er 3-3 van. En dan wordt nu tijd voor Van Barneveld om weer zijn beste te laten zien. 55. Weer geen goed begin. De finisher van O'Shea is bijzonder goed. Zeker de laatste paar legs. 50%, 6 uit 12, dat is prima. Van Barneveld krijgt meer kansen. Hij heeft immers 20 darts voor de dubbel gehad. Hij raakte maar 7 tegen 35%. 135. Het percentage lag veel hoger. Ja, het kan ook wel genoeg zijn dat percentage. Maar je moet het niet verder naar beneden laten gaan. 100. Zeker bij O'Shea. Kijk, niet zo goed dubbel percentage. Nou ja, wel goed dubbel percentage op 50%. Maar van de gemiste dubbels, de 6 die er mist, zijn er nog 3 mis op de bullseye. Dus dat vind ik ook een beetje een dubbel van, ja, die gaat er wel eens in en soms wel eens niet in. Weer een 180 voor O'Shea, het is een tweede. Het staat in die categorie 2-2. En Van Barneveld heeft de laatste twee legs van voor de pauze verloren. De laatste twee legs na de pauze verloren. Dus O'Shea staat nu op 4 op een rij. 95. Dat moet je doorbreken. Dit is de finish die Van Barneveld wel ligt. 116, triple 20 erin, dat is lekker. 20 voor dubbel 18. Die switch ligt hem goed. Die switch is vertrouwd. En dus komt hij 1-0 voor in de zevende set. Weet hij eindelijk dus weer zijn leven.